Jur is weg. Jur wil niet meer met me verder. Vanaf het begin paste ik niet in Jurzen familie, doordat ik zwanger ben. Een paar weken geleden heb ik opnieuw een poging gedaan om dat goed te maken. Ik ben heel eerlijk geweest over mijn gevoelens, maar mijn boodschap kwam me niet over. Tot slot is Jurre even een paar dagen weggegaan om te denken, even alles loslaten en wel nadrukkelijk gezegd van Sovik, we gaan verder met elkaar. En, dat hij nog van me hield en dat daar heeft nooit aan gemarkeerd. Maar hij kwam terug en hij wilde echt niet meer. En hij is weg. Ik was er dus niet mee eens. Je bent wel getrouwd, snap je? En we hielden gewoon heel veel van elkaar. En nog steeds. Ik overwoog te stoppen met filmen, maar ik merk dat in moeilijke tijden heb ik juist heel veel aan film. Want je doet een beetje, om je verhaal te vertellen, doe je een beetje afstand ervan. En daardoor verwerk ik het beter. Dus ik denk dat ik juist blijf filmen. Maar ik moet alleen heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want ik wil niet dat jullie nu ineens een hekel krijgen aan Jur of zo. Ik kan verder alleen over mijn gevoel praten, dat ik heel veel gemengde gevoelens zit. Dus gewoon ben echt... Ik heb eerder liefdesverdriet gehad, maar het is niet te vergelijken met dit. Ik ben ook echt wel heel kwaad en heel erg teleurgesteld, want ja, ik ben nu niet rouwig omdat ik hoop dat hij terugkomt of zo, want dat zou ik niet eens kunnen, maar ik ben wel heel erg rouwig om de manier waarop en gewoon überhaupt. Het is moeilijk te bevatten. Ja, ik was gewoon echt een stapel gek op hem. Echt heel erg. En er breekt echt een hele spannende week aan. Want over anderhalve week is de oplevering van Jurze huis. En zoals je misschien weet, we zijn buren. We zijn ook al getrouwd als buren. We hebben 3 jaar naast elkaar gewoond. Hij is al 3 jaar lang mijn buurman. Zo heb ik hem leren kennen. En ineens gaat zijn huis weg. En komt hij dus bij mij wonen. Tijdelijk. Waarna we dus naar een groter huis gaan straks. Ons huis. Maar dat duurt nog even. Dus het is spannend allemaal. Ik ga nu nog even naar hem toe. Hier de gat van de heg. Ja, zit hij hoor. 4 september 2015. Vandaag is precies 1 jaar geleden dat de overdracht van Jurzen huis was. Dus precies 1 jaar geleden gingen we vandaag officieel samenwonen. Toen trok hij bij me in. En vandaag is ook de dag dat ik hem nog heb gezien. En dat we denk ik voor de laatste keer over alles hebben gepraat. En dat het echt wel heel erg tot me doordringt dat het heel erg definitief is. Oké, ik moet echt heel eerlijk zijn. Ik snap het nog steeds niet. Ik snap echt niet hoe dat nou... Ja, maar het was wel echt heel rot hoor. Gadver, wat rot. En daarna ben ik van ellende even naar Willemstad gegaan. En gelukkig hadden mijn ouders tijd. En die zijn ook even er naartoe gekomen. Ik heb echt heel veel aan ze op dit moment. En dus het is echt heel fijn dat je dat zo met je ouders kan delen. Nu is het echt verschrikkelijk weer. Ik zal het even laten zien ter bevestiging. Het weer past gewoon echt enorm bij mijn gemoedstoestand. Dus laat het daar maar op houden. Nicole. Ja, alsjeblieft. Ja. Wat heb je toch een rare kat eigenlijk? Kom dan. Je moet even het filmpje compleet maken. Durf je er iets over te zeggen? Wat vind je ervan? Ja, nee, rot. Ja. Het ging natuurlijk niet helemaal lekker, maar ik had nooit verwacht dat hij
dat het op deze manier zou mislukken, zeg maar. Dat het ineens zeg maar was dat hij er niet meer aan wilde werken of kon werken. Of... Ik had, als het al uit was gegaan, had ik verwacht dat jij het niet kon. Dat jij dacht van, ik kan niet samenwonen of ik kan dit niet. Of... Ja, het is wel heftig hoor. Gisteren door 5 mensen verwijderd op Facebook. Dat is flink. Zomaar uit niks. Geen afscheid meer. Goodbye. En jij, ik heb jou... Ik kan natuurlijk niet te veel over zeggen. Omdat ik ook iedereen een beetje in bescherming moet nemen. Ik heb jou natuurlijk best wel een beetje bij betrokken. En ook dingen laten lezen. Want er is een e-mailwisseling geweest. En... Ik vind persoonlijk dat je echt ontzettend netjes bent gebleven. Dat je geduld hebt opgebracht en moeite hebt gedaan. En vooral alleen hebt willen zeggen wat je kwijt wilde. En wat je dwars zat. En hebt geprobeerd eraan te werken. En geprobeerd jouw beleving over te brengen. En de reactie was voor mij volslagen onbegrijpelijk. Dat kon ik niet plaatsen. Ja, heel mooi gezegd. Dank je. Nu dus verder. Ineens. Dat is... Dat kan je. Ja, hè? Dat toch? Kan je. Dank je. Ja. Heb je daar nog advies voor? Sowieso ook voor mensen die ook in zo'n situatie zitten? Ja, veel chocola eten was het. Oh ja, dat was je. Chocola eten en Ben & Jerry's ijs, maar dat had je nog nooit op, dus dat ging mis. Het is gewoon zo raar, omdat je nu gewoon weer... Ik ben nog getrouwd, maar ik ben weer single. Ja, dat is wel vreemd. Het is echt, je denkt dat je hebt gekozen voor heel je leven en dan ineens is dat gewoon... Alles ligt er open. Maar laatste vraag, denk je dat ik ooit iemand kan vinden die beter bij me past dan jurk? Ik denk dat iedereen die je die van je houdt zoals je bent, in plaats van je accepteert zoals je bent, al beter is voor je dan jurk. Nee, echt. Dat meen ik echt. Zaterdag 12 september en ik ben in Numelsdorp om even bij te praten met Steven. Steef, jongen. Yo. Jij bent net terug van je huwelijksreis. Een soort van huwelijksreis. Hoe gaat het? Ja, goed. Lekker. Geloof je nog in de liefde? Ik wel. Ja. wat dacht je toen je het nieuws hoorde? Is kut voor zo. Vind je dat het beter bij me past dat ik weer single ben? Dat sowieso. Ja, echt? Weer op jacht. Weer op jacht. Lang leven de vrijheid. Ik zie jou niet als een huiselijk type. Nee, maar dat ben ik. Dat hoeft toch ook niet? Je kan toch ook getrouwd zijn en niet huiselijk zijn? Ik ga jou maar weer wat meer lastig vallen nu, hè? Voor koffie. Als je tijd hebt. Als je tijd hebt. Ik heb net Steven gezien, dat was erg leuk. Fijn om bij te praten. Ik ga straks nog met iemand anders koffie drinken. En ja, zo vul ik mijn dagen een beetje. Ik ben echt nog nooit in mijn leven zo sociaal bezig geweest als nu. Nou, over het algemeen vind ik dat ik het best wel goed doe. De eerste week was echt verschrikkelijk. Maar als ik het vergelijk met nu, dan is dat echt al een wereld van verschil. Dus ik heb meer aanpassingsvermogen dan dat ik dacht. Ik heb gisteren hier nog een keer gezien. We vinden het ook nog wel fijn om elkaar af en toe even te zien. Maar ik merk wel elke keer als ik hem dan heb gezien dat ik me daarna wel weer slechter voel. Dus ik moet dat misschien even niet meer doen. Praktisch is er nog niet heel veel meer bekend. Hij heeft een gesprek bij Juridisch Loket binnenkort. Er komt echt zoveel bij kijken. Verschrikkelijk. Oh, als ik dit had geweten. Ik ben erg bezig met de vraag waarom en wat er nou bij hem is gebeurd. Maar dat moet ik los gaan laten, want ik snap het echt niet. En we konden echt altijd fantastisch, supergoed met elkaar praten. En nu, ik snap hem gewoon echt niet. Ik snap niet wat hij zegt. Ik kom er niet bij. Dus ligt het nou aan mij of ligt het aan hem? Ik weet het niet.
En ik hoop dat ik hier ooit op terug kan kijken dat het een hele bijzondere tijd was. Dus niet mijn leven, maar een bijzondere fase in mijn leven. En dat Jur en ik hier een mooie vriendschap uit kunnen gaan laten ontstaan. Nou, er staat zo hoor, mijn moeder. Alweer regen. En ik ben bij de Kralingse Plas. We zijn hier in de Schone Leiden, jouw favoriete restaurant, hè? Ja. Café. Groot plek. Nooit meer trouwen. Nooit meer? Nee, nooit meer. Nee, waarom niet? Het staat helemaal nergens op. Stomme trouwen. Wie trouwt er nou? Nou ja. Ik snap het al mooi. Jij bent ook getrouwd. Ja. Nou, laten we het daar even over gaan. Dus nou het over die paal gaat hangen? Ja. Kan je niet over die paal gaan hangen? Ga maar lopen hoor, dan film ik je als je loopt. Kan je zien hoe slank je bent? Ik zie heel goed hoe slank je bent. Ja, echt hoor. Okay. Ik kom net thuis van mijn moeder. Ik moet nog even iets bekennen. Ik heb wel nog elke keer als ik thuis kom, dat ik toch het idee heb van, zou die er zijn? Zou die ineens terug zijn? Dat is echt, dat moet ik uit mijn hoofd zetten. En het is ook niet zo dat ik daarop hoop. Maar elke keer als ik de straat kom rijden en dan zie ik de carport waar die altijd onder parkeerde, dan denk ik, wat als die er ineens is? Straatje. Ja, het is wel echt heel maf dat we hier gewoon volgende week komen en dan niet meer weggaan. Ja, ik kan niet meer terug, hè? Nee. We gaan wel steeds schuiner neerzetten, volgens mij. Brin deed net er in ieder geval. Misschien is dat het meer. Maar ik weet dat hij niet meer terugkomt. Maar nou ja, dat zal ook wel bij het proces horen. Mis je Jur? Vind je het wel lekker? Ik wil jullie nog wel iets vertellen. Dat is dat ik bezig ben met een liedje. Ik heb in geen jaren behoefte gehad om echt muziek te maken. Maar nu het moet er gewoon uit. Er zit natuurlijk gewoon heel veel pijn. Als ik gewoon heel eerlijk ben. Het doet echt gewoon godvergeten veel pijn. Ik heb echt soms momenten dat ik denk, goh, ik voel me echt eigenlijk hartstikke goed. Misschien is het inderdaad wat beter. Eigenlijk is alleen zijn veel makkelijker dan samen zijn. Je kan doen wat je wil. Je hebt geen zorgen meer over de... Ik zou het bijna zeggen, maar ik zou het maar niet zeggen. Nou, kijk, ik zeg het wel. Schoonfamilie. Je rol daarin, waar je wel niet goed aan doet. Je moest eens weten hoe me dat heeft bezig gehouden de afgelopen 4 jaar. Ik mis niet eens zozeer de relatie. En ik mis niet het samenwonen, maar ik mis wel hem. Gewoon hij als persoon. En het is echt net alsof hij dood is. Dat is heel raar. Ja, wie die voor me was. Ik wou niet meer gaan huilen op die vlog. Wie hij voor me was is natuurlijk gewoon echt weg. Het is zo raar, joh. Dan heb ik echt heel de tijd van, waren niet echt mensen van het trouwen, waren niet het huisje, boompje, beestje. Maar ik denk wel heel de tijd van, dat het meer voor mij betekende dan voor hem. Alleen al daarom had ik het gewoon nog, echt nog wel een kans gegeven. En niet na een jaar gezegd van, ik kap ermee. Het is gewoon een makkelijke weg, vind ik. En alle clichés zijn natuurlijk ook wel waar. Je bent niet alleen je geliefde kwijt, maar ook gewoon je beste maatje. Het is gewoon echt heel zuur dat als je het dan eindelijk een keer echt toelaat. Ik heb dat dus nooit echt toegelaten, ook niet in vorige relaties. Dat uitgerekend hij me laat gaan. In al mijn vorige relaties was ik wel degene die in ieder geval op aanstuurde om ermee te stoppen. Je voelt je ook wel best op je nummer gezet of zo. Van
ben ik het dan niet waard? Snap je? Dat soort dingen ga je denken. Van, is het dan zo verschrikkelijk om het nog een kans te geven dat je echt hiervoor kiest, helemaal mee te kappen en al dat verschrikkelijke rompslomp. Doe het normaal, man. Dat af en toe gaat dat door mijn hoofd. Van, doe gewoon normaal. Word weer even jezelf. Maar ja, kennelijk is hij nu dus zichzelf. Goedemorgen, het is 21 september 2015, 7:45 ochtends, 7:45. Zo vaak zien jullie me niet op dit tijdstip. En ik ga een soort van naar school. ik ga naar mijn yogaopleiding. En het is echt heel erg leuk. Het is de tweede keer dat ik ga. Het is in Sommelsdijk, dus het is een stukje rijden, maar het is wel echt een hele mooie rit. Dus misschien stop ik wel even overwegen om dat te laten zien. Ik heb er zin in, maar ik ben wel moe. Eigenlijk had het op geen beter moment kunnen komen, de yogaopleiding. Want je leert ook echt heel veel over jezelf. Ik ga nu snel rijden. Ik wil niet te laat komen. Dat je alle wervels, ja, als het ware, losmaakt van elkaar. Hey, nou, ik parkeer hier net om even boodschappen te gaan doen. En ik stond letterlijk op het punt om hem een bericht te sturen of dat hij nog wat nodig had en wat hij wilde eten. Dat is zo rot. En gadver, wat is dat kut, zeg. Zo'n confrontatiemoment. Ik ben in Haarlem, nu, op dit moment. Ik ga mijn liedje opnemen. Ja, ik ben hier op, bij de studio waar ik op mijn 16e een platencontract kreeg. Dat was dan bij Funkface Records van de band Gotcha. Ik heb er toen een aantal nummers opgenomen, maar ja, ondertussen kreeg ik dus een scooterongeluk en ik had een eetstoornis. En ja, het duurde allemaal te lang en ik had niet de energie om echt te investeren in de muziek. Ik heb er wel echt al wat dingen mee gedaan, maar nooit echt, het heeft niet doorgezet. En dat is nu ook helemaal niet mijn bedoeling. Maar het is nu gewoon verwerking van alles wat er is gebeurd op voor mij een hele positieve manier. Nou, we zitten hier in de studio met Pieter Smeenk. Ja, vroeger, hoe lang is het geleden zo? 11 jaar. 11 jaar geleden. Ja. Ben ik ooit een project opgestart met Sophie. En dat vond ik altijd heel erg leuk. Iets wat verwaterd, maar ik was heel blij dat ze weer belde om iets te gaan doen. Dus, we zijn vandaag begonnen. Ja! En dat is hartstikke gaaf. Het is echt leuk. En het resultaat zal er ongetwijfeld naar zijn. Maar ja. Goed, dat duurt nog even. Ja, we gaan er iets moois van maken. Echt heel erg leuk. Echt zo blij. Ja. Ja, ik ook. Dit was echt zo gaaf. Oh, ik was echt vergeten hoe leuk het is om muziek te maken. Het is natuurlijk een rot tijd om naar huis te gaan. Richting Loeksewaard. Vielen. Dus ik denk dat ik... even een beetje naar de IKEA gaan. Ik zag net een IKEA daar. Ga ik even cappuccino drinken om even te vieren hoe blij ik ben. Zien jullie het? Haarlemse IKEA. Ik ben benieuwd. Roel is niet blij. Roel is niet blij, want Nicole die zit op zijn kleed. Oh, dit gaat hij niet leuk vinden. Nou, sorry hoor. Hij wil het echt niet. Hoe is het verder met je? Behalve dat je je afgewezen voelt door een kat. Nou ja, dat hakt wel diep in hoor. Roel, wat is er? Volgens mij vindt hij het wel best nu. Nee joh, hij mist Jur gewoon verschrikkelijk. Zou dat het zijn? Af en toe staat hij zeg maar daar op de drempel in de hal naar Jur's kamer. En staat hij echt te kijken. Oh. Zo zwiept het met zijn staart. Alsof hij zich echt afvraagt van waar is die? Dat zou inderdaad best kunnen dat hij dat ook echt wel vraagt. En de laatste keer dat Jur hier was, dat is 4 weken geleden dan denk ik. Toen ging hij helemaal los. Toen ging hij helemaal kroelen, helemaal aaien om zijn benen. Maar toch miste hij hem. Ja, mis je hem. Roel, ben je een beetje gedeprimeerd? Dat is inderdaad een beetje zielig hoe die reis van... Roel, het komt wel goed. Ik regel een andere man voor je. Eentje waar je wel op de kamer mag slapen. Ja. Nicole is even aan het tanken. 3 keer raden waar we naartoe gaan. We gaan naar de IKEA, want vorige week vrijdag had ik echt een zeer slechte ervaring bij de IKEA. En nu gaan we naar de echte goeie, naar de koffiecorner. Wat kan ik voor je doen? Deze terugleg. Oh. En je sjaal binnenboord houden. Oh, mijn sjaal! Haha! Wow, yo!
Kijk, zo hoort het te zijn. De echte cappuccino. Ik droom echt verschrikkelijk over Jur. En ik droom heel vaak dat ik hem dan terug wil. Terwijl dat nu niet echt mijn intentie is of zo. Maar jij had net een mooie spreuk erover. Of wat, Op het moment dat jij iets hebt, maar iemand pakt het van je af, dan wil je het op zijn minst terug om het opstel weg te gooien. Om opnieuw te bedenken of je dat nog wel wil. Je moet op zijn minst de keuze hebben om zelf iets te doen met datgene wat je had. Dus vandaar dat in ieder geval in mijn onderbewustzijn nog best wel speelt. Nee, je hebt het zelf niet af kunnen ronden. Je hebt zelf niet kunnen kiezen, dus jezelf tenminste eigenlijk willen dat hij terugkomt om zelf te bepalen, wil ik dit wel of niet. Ja. Dan kan je hem dan altijd nog wegsturen. Waarschijnlijk doe je dat dan ook, maar dan zou je die kans hebben. Nou, ik vond het in ieder geval weer leuk een beetje. Ik zie je volgende week weer. Ja. Nog even reclame maken. Dit is de koffiecorner, hier moet je zijn. Zeg dat nou niet, want dan kunnen we er niet meer normaal heen. Oh ja, dan loopt het storm straks. Hier moet je niet zijn, er zijn overal IKEA's, ga daar maar heen. Ja, dit is onze IKEA. Tien uur 's avonds. Ik ben heel de avond al bezig met een stuk artikel aan het schrijven. En ik heb even een writer's block. Dus ik ga nog even lopen buiten. Het is vast wel weer raar dat ik dat doe. Ik doe dat echt heel vaak. En ga ik gewoon lekker een stuk even de polder in. Soms voel ik me dan echt heel stom dat ik echt soms om 11 uur 's avonds nog weg ga of zo. Maar Ik merkte als ik dan loop, dan loop ik het er een beetje uit. En dan zit ik heel erg in mijn hoofd heel erg aan het denken. En soms dan dwarrelt het gewoon allemaal weg. En dan denk ik, oké, ik laat het nu los. Ik ga slapen en kom morgenochtend wel. Ja, het is echt zo. Roel, kom dan. Ja, zie je wel. Zie je, ik wil wel. Dat vind ik er altijd zo gezellig uitzien. Zo'n huis in de polder. En het zachte licht zo. Ik weet het niet. Dat vond ik vroeger al. Daar is de donkere polder. Oké, het is inmiddels 12 uur geweest. Overal, als je hier spinnen zitten, dan ben ik wel weg vannacht. Hè? Ik vertrouw niet, want je hebt niet eens er even die ragelpolder over gehaald. Je bent er al. Ik zit naast. Nou, iedereen kent de moeder. De moeder. Iedereen vindt altijd dat we heel erg op elkaar lijken, maar we vinden zelf van niet. Nee. Alles is anders. Het komt echt door die jukbeenderen, denk ik. Dat mensen dat denken. Nee, oké, nou, we gaan naar Middelharnis en ik ga het laten zien. En je rijdt in je oude monster, hè? Ja. Jullie zijn gewoon al bijna 41 jaar getrouwd. Nee, we zijn in 19... Oh, nou ja. Ja. In oktober 1969 zijn we voor het eerst uitgegaan. Dat is liefde op het eerste gezicht. Mam, vertel jij eens. Het was een beetje, denk ik, omdat de school wel een beetje gezapig was. En een beetje braaf. En, klopt, ik was een beetje recalcitrant en dwars. En dat sloot naadloos aan bij mama's avontuurlijke... Inborst. En geest. En die dag dus. En nu gaat het avontuur beginnen in het leven. Was nog? Waarom zijn jullie nog bij elkaar? Omdat mama te lui is. En omdat ik niemand anders kon krijgen. En wat vinden jullie ervan dat jullie bijna een gescheiden dochter hebben? Ik vind het sneu. Het is nooit leuk, klaar. Dus het is gewoon niet leuk als je een relatie hebt. Hij was ook 4 jaar familie en dat is ook in 1 keer weg. Ja? Ja, precies. Wat denken jullie dat oma had gezegd als ze nog had geleefd? Nou, ik ben blij dat ze het niet meer meemaakt. Ja, ik ben blij dat oma dat niet meemaakt. Nee, ik dacht gezeur. Maar oma heeft wel tegen mij gezegd, vlak voor de verhuizing, alles leuk en aardig, maar je denkt toch niet dat je heel je leven bij Jur gaat blijven? Nee, natuurlijk. Jullie wisten dat al lang. Maar wij wisten dat ook al. Nee, wat? Alleen had ik het zo snel niet verwacht. En waarom dacht je dat? Nou, dat was geen gedachte, dat was een wetenschap. Waarom dan? Intuïtie. Dat is ook wat ik toen gezegd heb. Ik zei, als je gaat samenwonen met hem, dan gaat die familie een veel prominentere rol spelen. Hoe vinden jullie dat ik met zijn familie ben omgegaan? Prima, Peter. Je hebt ontzettend je best gedaan. Ja, ik snap het niet hoor. Ik had het niet gedaan. Nee? Nee, ik had absoluut niet gedaan. Nee, maar je wist ook, maar je kon ook weten dat je best doen niet goed genoeg was voor die mensen. Nee, dat is niet goed genoeg. Want bij die mensen moest je gewoon... Zo zijn. Zo zijn, meedoen. Meedoen. Geen acceptatie van iets wat anders is. Nee. Gewoon, dat had je kunnen weten. Ja. Ja, dat heb jij gezegd.
Dat heb ik gezegd, ja. Ja. Want voor die mensen is er geen andere wereld dan dat. Iedereen is anders. Maar familiebanden kunnen knellend zijn. Ik zeg, kijk, wij komen zo een mama thuis en wij komen met een groot gezin. Er zijn die familiebanden nooit zo knellend geweest. Wij hebben jullie ook niet zo opgevoed. De helft van de kerstfeesten waren we er al niet. De helft van de verjaardagen waren we er al niet allemaal in het land. Nee. Dus, maar mensen die dat wel hebben, waar dat een essentiële rol in het leven speelt, is iemand die de familie binnenkomt, die zich daaraan niet kan conformeren, om wat voor reden, ik vind dat jij een goede reden hebt om je er niet aan te conformeren, is dat ja, gewoon een onbegraafd, alle family values, een hele gevoel. Aan de andere kant, je man kiest voor jou, dus dan houdt het toch op. En hij had ook niet hoeven kiezen, hij had voor mij mogen gaan. Ja. Ik heb hem nooit tegengehouden. Nee. Daarbij komt natuurlijk dat jij 10 jaar jonger bent dan de andere jongste schoonzus, dat je nog geen kinderen hebt, dat jij uit een totaal andere wereld komt. En dan ben je met je hoofd met allerlei andere zaken thuis bezig, zoals een interview of iets anders, of creatieve dingen. Ja. Dan wordt zo'n avond opzitten, dat wordt een hel. Ja, precies. Zo heb ik het altijd ervaren, ja. Vooral als je geen enkele aansluiting voelt. Als je niks gemeenschappelijks hebt. Dus erg wat die mensen in hun wijsheid moeten doen. Ik kan natuurlijk niks invullen voor een ander. Ja, niks. Maar ze hadden zoveel geen zin om mee te komen, vooral niet meekomen. Ja. Want dan laten ze jou de ruimte, laten ze jou de ruimte. Maar al het geforceerde gedoe. Maar goed, anderzijds, dat was voor die mensen onmogelijk. Ja, ze hebben Jur natuurlijk onder druk gezet. Jur is hoe dan ook onder druk gezet, ja. Want Jur die kwam tussen twee kampen terecht. Ja, ja. Klaar. Zeker, ja, hoe dan ook. Dat hebben we echt willen voorkomen, maar... Ook een kwestie van fatsoen, hè? Ja. Het is gewoon... Ja. Dus hebben zich ten opzichte van jou niet fatsoenlijk gedragen. Nou, in ieder geval niet de bepaalde personen, nee. Ik snap wel dat het allemaal lastig was, maar ja. Kom op. Nee, kom op. En dan die laatste keer dat ze dus echt kwaad worden en met een vinger gaan staan wijzen, ja. Ja. Maar goed, maar dan gaat het. Maar goed, hoe het escaleert, hoe het loopt. Ja, ik heb er gewoon woorden voor. Nee, dat is eigenlijk allemaal niet meer van belang. Het gaat meer waar het eigenlijk om gaat is. Nou ja, wel, want het was zo opgeknopt. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, oké, inderdaad. Maar hoe zit het? Maar het is allemaal terug te voeren. Op de gebruiken in de familie en de manier zoals de verhoudingen liggen in de familie. En zo staat vooral vanuit ouders gestuurd en beheerst wordt. Wat voor partner gunnen jullie mij? Een wees. Ja, moet een wees. Een wees zijn. Ga jij ook ontfermen? Nou, bedankt. Okay. Goed. Graag gedaan. Maandag 26 oktober en nou, laten we de week goed beginnen. Ik ga naar een advocaat. Daar heb ik met Jur afgesproken. Het moet maar. Ik heb er echt totaal geen zin in. Echt er totaal geen zin in. Ik ben nerveus voor die advocaat. Ik ben nerveus om Jur te zien. Ik heb Jur al 3 weken niet, nou langer, al dik 3,5 weken niet gezien. En de weg naar dit gesprek verliep niet helemaal zoals we hadden gehoopt. En ik zie er zo tegenop om hem te zien. Nou, ik ben bij de IKEA nu. Het is 4:30. En het is echt helemaal niet leuk. Een jaar geleden zaten we zo samen bij de notaris om het huis te kopen. En nu zit je dus bij een echtscheidingsadvocaat. Een beetje onscherp. Dit is het Centraal Station van Dordt. De notaris is dus in Dordt, vlakbij Villa. We zijn nu bijna bij de notaris gaan tekenen. Ik denk niet dat ik daar mag filmen helaas. Maar foto's ga ik zeker maken. Is dit het? Welke? Die witte? Oh, netjes hoor. Hier gaan we nu naartoe. Neemt alles door en ja, we zijn er wel... op zich zijn we er wel redelijk uitgekomen, maar er zijn een paar punten waar ik het echt niet mee eens ben. Het begon oké toen ik hem zag, maar het eindigde net gewoon rot, net buiten. Nog even. We kregen daar dus een soort van korte discussie over en het eindigde dat ik zei van... je had geen ja moeten zeggen. Dat had je ook nooit moeten doen. Ik ben echt even helemaal zat. Scheiden is echt waardeloos. Ik denk echt niet dat ik ooit nog ga trouwen. En ik ga al helemaal nooit meer mijn leven samenwonen. Echt niet. Als ik straks gewoon mijn eigen plek terug heb. Oh, dat... Vroeger was het al heilig voor me. Ik heb altijd geroepen. Ik ga nooit samenwonen. Nou, ga ik samenwonen? Heb ik het geprobeerd? Krijg je dit, hè? Oh, gadver. Nou, wat een rot gevoel. Ik heb echt zo ongelooflijk kut gevoel nu. Hoe raak ik dat kwijt? Ik weet het al. Ik ga mijn moeder bellen. Ja, ik ga even mijn moeder bellen. Die was toch wel benieuwd. En ik ga cappuccino drinken nu met slagroom. Extra veel slagroom. Bye. Oh, en denk goed na voordat je gaat trouwen. Denk heel goed na. Alsjeblieft.
ik sta hier omdat ik zo'n interview heb. Ik heb een mindere week deze week. Ik weet niet zo goed hoe het kon, misschien door de grandioze start van afgelopen maandag. Maar goed, ik probeer er niet meer echt over na te denken. Maar het is even minder. Ups en downs, hè. Nou ja, ik ga. Hey, oh, mijn poeder is lek. Echt alles zit onder de poeder. Oh nee. Dat is mijn huisje nog wel. Huisje. Oh. Ik film even mijn oude huisje. Filmen straks nog wel als iets meer, er is iets meer licht. Maar het is inderdaad een beetje te laat. We gaan nooit zo laat weg, schat. Ik ben weer de dader. Ja, ik wil echt super graag zien wat ze met dat stukje hebben gedaan. Dit is mijn favoriete hoek. Want nu gaan we het echt het donker in. Ben ik nou echt de enige die daarvan houdt, van dat donker? Zondagavond en ik heb mezelf net een cadeautje gegeven. Ik ga op reis! Ik ga gewoon in mijn eentje een paar dagen naar Barcelona, heb ik besloten. Nou, ik vertel er morgen meer over, want ik moet eigenlijk naar bed. Ik heb morgen weer yoga, dus ik moet er heel erg vroeg op. Maar ja, ik heb net geboekt en ik ga over 5 dagen al weg. Ja, ik vind het leuk. Goedemorgen. Het ziet er zo mooi uit dat ik dat weer even moet filmen. Dus ik zit in de auto, want het is 2 november en ik ga weer naar de yoga in Sommelsdijk. En ik blijf het zo ontzettend mooi vinden. Nou, ik ga dus naar Barcelona. Het was het idee dat ik met Jur dit najaar naar Barcelona zou gaan. Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Dus ik ga gewoon alleen. Ja, ik dacht ineens van, ja, waarom niet? Ik heb zelf altijd, als ik op reis ga of ben geweest, dat ik altijd met nieuwe inzichten thuis kom. En ja, dat het gewoon inspireert. En verder, ik zit nog wel met Jur, moet ik zeggen. Ik moet echt benadrukken, dit is mijn kant van het verhaal. En ik zit er gewoon mee dat het echt lijkt alsof gewoon 4 jaar waarvan ik dacht dat we elkaar heel goed kenden. En we hadden heel veel contact, we praten heel veel. Hij wist alles van me. En andersom, dacht ik. En dat lijkt dus echt weg te zijn. Het gaat er al lang niet meer om dat hij bij me weg is gegaan. En die familie interesseert me ook echt helemaal niks meer. Goed, ja, als ik erover nadenk hoe het is gegaan, dan kan ik natuurlijk behoorlijk pissen horen. Maar dat doe ik gewoon niet meer. Daar ga ik niet meer aan denken. Daar ga ik geen energie meer in steken. Dus oké, het is over. Goed. Maar dat er dus helemaal niks overblijft. Of het ligt allemaal aan mij. Ik heb me echt 4 jaar lang vergist. Maar dan heeft hij me ook 4 jaar lang voor de gek gehouden. Of er is iets anders. En dat weet ik niet. Maar het klopt niet. Het kan gewoon niet dat je 4 jaar lang alles weet van elkaar. Alles bespreekt. Alles open is. Dat je alles begrijpt. En dat je dan nu tegenover een vreemde staat. En dat maakt me ook wel verdrietig, moet ik zeggen. Omdat het zo leeg voelt. Het voelt echt erg leeg. En ik had gehoopt dat er een vriendschap zou ontstaan. Maar hoe dan? Ik zeg nog 1 keer, het is echt mijn gevoel dit. Ik moet het gewoon kwijt, dus dat doe ik. Maar ik wil het niet kwijt om hem dus in een slecht daglicht te zetten. Want anderzijds, hij is niet onaardig of zo. Maar ik zie gewoon niks meer in hem terug. Van hoe ik hem dacht te kennen. En dat is gewoon ook heel eng. Heel raar. Maar ja, het kan allemaal aan mij liggen. Oké, okay. Ja, ik mag me hier nog 1 ochtend rot over voelen. En daarna gaat het leuk worden, want dan ga ik me voorbereiden op Barcelona. Dus dan weten jullie dat. Volgende keer dat jullie me zien, ben ik weer helemaal blij. Ik ben hier in Willemstad. En dan ga ik mijn vader even zien. Die kan me even tips geven over Barcelona. Hoe is het met je? Goed, prima. Waar ben je voor het laatst geweest? Ik heb me niet herinneren. Ik weet niet waar je was voor het laatst. Ik heb heel goed nadenken. Warschau. Oh, Warschau. Ja. En wat vind je ervan dat ik naar Barcelona ga? Is leuk. Barcelona is een heerlijk, lekkere stad. Fantastisch. En de dierentuin is leuk. Oh, ook nog. En de Ramblas is wel heel toeristisch. Oh ja, dan, ja, daar zit ik in de buurt. Verder wat oude straten en pleinen. Ja. Jij bent een soort lopende encyclopedie. Nee, je kan gelijk plaats en je weet er gelijk iets over te vertellen. Ja, dat ja, echt. Maar dat brengt de beroep natuurlijk met zich mee. Ja. Wat vind je ervan dat ik alleen ga? Het kan heel saai zijn. Ik ben ook zelf ook vaak alleen. Als ik met een collega ergens ben en gezien heb die collega wat te gaan doen. Maar het schijnt dat je soms juist meer aanspraak krijgt. Ja, maar je moet eruit kijken wat voor aanspraak je krijgt. Ja, altijd mensen die een blonde vrouw zien lopen en daar gewoon enorm op reageren. Ik vind het wel spannend, dat is heel leuk voor je. Okay. En ik hoop dat je mooi weer hebt. Ik hoop het ook. Nou, bedankt hè. Leuk. Zo, papa is weg.
En ik ben nog even aan het wandelen. Ik wandel altijd heel graag. Ik probeer een beetje op te laden voor vrijdag. Dat reizen komt allemaal wel goed. Ik probeer de rest allemaal los te laten. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe mijn leven er volgend jaar uitziet. Want vorig jaar was ik zo zeker van alles. En nu is alles zo onzeker. Ik vind het ook spannend en ook leuk. Ik denk wel dat ik nog steeds film. Want ik vind het echt zo leuk. En ik vind jullie reacties zo leuk. Het groeit echt. Het is echt gewoon heel bijzonder dat jullie willen kijken naar mijn leven. Ik bedoel, ja, wat stelt het voor? Dus heel erg bedankt. Goedemorgen. Hey, poes. Het is 6 november 2015. En het is de allerlaatste keer dat ik de verwarming aandoe. Want ik ga zo naar Barcelona. Nou, dat is ze al hoor. Mijn moeder. Je stond je er al, joh. Nou, wat ik leuk. Ik ben er al, hè. Daar gaat ze, mijn auto. Zo, hij geeft wel veel gas, hoor, anders. Doei. Een man, vreemde man in mijn auto. Nou, ik ben er, jongens. Mam, het is wel een beetje confronterend, ook zelfs voor mijn moeder, dat we hier dus zaten, ja, toen ik net getrouwd was. Toen zwaaiden jullie ons uit voor de huwelijksreis naar Ibiza. Ja, met de hele familie. Nee, ja, nee, dat was het probleem. Dat was het probleem. Dat niet heel de familie erbij was. Het deelte van de familie. Toen ging iemand een heel vies smerig kaasbroodje zitten. Ik weet niet meer wie dat was. En, wat was er erg aan dan? Weet ik. We kregen van jullie de huwelijksreis. Dat was echt heel lief. Dat is ook de enige en de laatste keer. De volgende keer ga je maar, kom je maar af vlak 1. Por aquí gira, ¿no? Porque no, esto... sí, no, por aquí es esta de aquí. Pero no sé si tendrá directo. Ik ben er. Dit is mijn appartementje voor de komende dagen. Ik ben best wel behoorlijk gesloopt. Het is nu 4:15 en ja, goed, ik was natuurlijk al heel erg vroeg op. Ja, ik ben gewoon in Barcelona. Ik ben blij. Het is hartstikke leuk. Het is hartstikke warm. Echt, het is even zo binnen. Ja, echt leuk. Minder is dat ik net even mijn laptop aanzet en het eerste mailtje dat ik zie is van echtscheidingsadvocaat. Ga ik ook gelijk lezen, had ik natuurlijk helemaal niet moeten doen, maar goed. Nou ja, kom ook wel goed, allemaal zakelijk. Ik doe mijn laptop dicht. Hè? Gaan we even niet aan denken nu. Ik denk dat ik me gewoon even om ga kleden en dat ik lekker een stukje ga lopen, een beetje verkennen en dan wat boodschappen doen. Ga ik eten en dan ga ik vanavond nog even weg, denk ik. Rechts. En dan heb je dus daar de zee. Door het Ibiza-landschap, want we gaan naar een shoot, fotoshoot. Je hebt hier net een shoot gehad. Ik heb net even een kleine gefilmd. En? We waren echt super gaaf. Ja, echt gaaf. Moet je kijken. Echt kicken, hè? Het reed je niet meer. Ja, ik weet niet. Goedemorgen, Barcelona. Het is nu 7:45 ochtends en ik ga opstarten. Goed, ik schrijf het adres op van waar ik naartoe wil en ik neem het adres mee van dit appartement. Dan ga ik gewoon op zoek naar een taxi en vanaf daar zie ik het wel gewoon. Thank you.
ontzettend leuke dag. Ik heb er echt gelopen met eigenlijk een enorm gevoel van vrijheid. En ook heel bewust in het moment. Ik heb alleen maar alles in me opgenomen. Omheen gekeken en gefilmd natuurlijk. Foto's gemaakt. En gewoon genoten van dat ik daar liep. En weet je, ik loop er ook rond. Ik heb dat heel vaak op reis. Gevoel van alsof het een soort belofte is op nieuwe dingen die er gaan komen. Je bent ineens in zo'n andere wereld en je doet zoveel nieuwe indruk op. Daardoor besef ik weer wat het leven allemaal te bieden heeft. Dat klinkt heel gek misschien, maar dan ineens denk je, ja, er kunnen nog zoveel nieuwe dingen op je pad komen. En er kan nog zoveel gebeuren. En je kan nog zoveel dingen zien en meemaken. Ja, ik krijg er weer zin om nog meer te ondernemen eigenlijk. Maar dan dus wel heel bewust. Dus heel anders dan thuis. Nou, ik ga lekker ontspannen en dan morgen er weer een positieve dag van maken. Nou ja, dit is wel de slechtste opening van mijn vlog ooit, denk ik. Een week geleden zat ik nu in Barcelona. En ik heb er echt zo genoten. Maar ik kwam thuis en ik had veel rugpijn. Dus misschien weten jullie nog wel dat ik dus heel veel last heb gehad van mijn rug. Daar ben ik echt heel ziek van geweest dit jaar. Maar dat was heel goed opgelost door die chiropractor. Maar ik heb natuurlijk heel veel gesjouwd in Barcelona. Heel veel gelopen en op een slecht bed gelegen. Dus ik voelde wel wat meer mijn rug. Maar ik ben woensdag een soort van ingestort. Had 's ochtends yoga en ik werd echt niet goed. Nou, al mijn klachten zijn lekker ineens terug. Ik verga echt van de pijn. Echt in heel mijn lijf. Echt. En ik voel me ook emotioneel echt fucked up. Ik kwam thuis en ik zag al tegenop om naar het huis te gaan hier. En nu ik hier ben, het komt allemaal ineens weer zo hard binnen. En dan dat gedoe met die advocaat natuurlijk. Concept dat ik door moet lezen. Ja, er staat een stukje in. Dat partijen van mening zijn dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht. En dat zij voornemens zijn een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank Rotterdam. Ben ik van mening dat het duurzaam is ontwricht? Ja, inmiddels wel. Maar goed, je wordt natuurlijk weer geconfronteerd met de reden. En hoe dat liep. En dan komt er echt een mengsel in me naar boven. Dat enerzijds echt zo kwaad is. En anderzijds zo gekwetst. Goed, hij zegt al nu dat het ligt aan verschillende karakters. Nou ja. Hij wist toch met wie hij trouwde. Ik heb ook echt zelf wel behoorlijk getwijfeld aan of dat ik verder wilde met hem. Ik miste een bepaald soort support. Nou ja, goed, wat nu dus ook wel blijkt. En zo waren er nog wel wat dingen, maar uiteindelijk had ik gewoon me aan mijn woord gehouden. Uiteindelijk kon hij altijd van me op aan. En andersom niet. Echt, ik heb me nog nooit in mijn leven zo afgedankt gevoeld. Maar goed, ik denk dat het gewoon het contrast is tussen dat ik me echt weer even mezelf voelde in Barcelona. En dat ik me daar echt even vrij voelde en los was van die scheiding. En dat je dus hier komt in een huis waar ik echt niet meer wil zijn. Het is gewoon heel het gevoel dat hier hangt. En op zich, ik heb nog wel fantastisch nieuws. Ik kan namelijk terug naar mijn oude huis. En daar ben ik echt zo, zo blij mee. Ik huurde het huis van mijn vader en er woont nu iemand anders. En zij is bereid om eerder te vertrekken. Daar ben ik echt zo dankbaar voor. Maar het wordt pas in het voorjaar. Dus ik moet het hier nog wel uitzingen. Maar in ieder geval wordt het van mij. En ga ik het hierna echt nooit meer opgeven. Dus daar hou ik me aan vast. Eerst moet ik me in mijn lijf er beter voelen. En daarna dan zet ik ook de knop weer om. Hoe kan dat toch, joh? Ik snap gewoon niet hoe iemand dit kan doen. Wie is hij in godsnaam dat hij dit zo kan doen? Met wie ben ik 4 jaar lang samen geweest? Ik hoop echt dat ik het goed achter me kan laten allemaal. Alles. Er is iemand thuis. Mijn huisgenoot, mijn mattie en mijn wederhelft. Dat is Jur. Nee.
Goedemorgen, ik sta hier in Vlaardingen. Het is 16 november 2015. Ik zou eigenlijk nu bij de yogaopleiding moeten zijn, maar ik ben er niet, want ik ben bij een chiropractor voor mijn rug. Ik heb echt zo verschrikkelijk veel last gehad deze dagen. Dus ik hoop dat ik kan helpen en mijn moeder heeft toevallig ook een afspraak. Dus ik vraag haar wel of dat ze nog even wat stukjes filmt. Kunnen jullie het weer zien? Daarna ga ik even naar Rotterdam. Ik heb vanavond werk, een interview, later meer. Like this, you put in pressure right across this area right here, and it affects all of these muscles here. Walk around, see how everything feels. Voilà. We zitten. Ben ik er weer op? Ja, je staat er al op, sorry. We zijn allebei echt vet gekraakt. Oh, wat bedoel je? Ook heel vrolijk zijn we. Ik heb nog steeds pijn, maar ik voel wel dat het is verholpen. Dus daar ben ik blij mee. Het is echt alleen een graf weer. En een grafdag. Het is een rotdag. Wat erg. We gaan ons even weer omschakelen en we gaan weer beter voelen. Toch? Gaan we doen, hè? Ja, ja. We hebben het even over koekjes. In ieder geval voor het eerst dat je niet bijzonder wijs uit de hoek komt. Nou, dat komt. Ik praat ook veel meer over koekjes dan over wijze dingen, hoor. Jij vindt altijd dat je op mijn filmpjes te wijs overkomt. Dat komt omdat jij neemt alleen maar de goede teksten. We zijn dus hier in Oud-Beijerland. Het ziet er allemaal een beetje troosteloos uit eigenlijk. Wat vind je ervan dat ik weer terug ga naar Oud-Beijerland? Omdat toen jij naar Nieuwendijk ging, je had altijd in je hoofd van in Nieuwendijk kan het alles weer zoals vroeger. Dan voelt het weer precies goed en dan ben ik weer thuis. En dan klopt het misschien niet in het huis, maar wel bij Nieuwendijk. Ja. En ik wil gewoon meegeven dat als je gaat verhuizen, dat het even duurt. Dat je bij moet komen en er aan moet wennen. Verhuizen is echt niet leuk. En ja, je doet een stap vooruit, je gaat naar een groter huis en je gaat echt samen wonen. En het is allemaal, je bent het helemaal naar je zin aan het maken. Maar afscheid nemen is echt helemaal niet leuk. Ik had dat echt zwaar onderschat. Laatste keer dat ik hem dicht trek. Wees enthousiast, maar met water. Ik denk trouwens dat ik niks hiervan kan gebruiken, want er zit er toch een vent hard te lullen. Ja, dit ga ik gewoon gebruiken. Ik hoop dat hij zichzelf herkent. Goedemorgen, het is zondag en ik ga even snel wandelen voordat het heel slecht weer wordt. Het gaat beter. Ja, ik ga het zowel fysiek als mentaal heb ik het weer wat meer op een rijtje. Weer een beetje een stijgende lijn. Het is nu de zondag, ik ga straks koffie drinken. Iemand die jullie nog niet kennen trouwens, maar wel voor mijn oude bekende. Hier is het echt mega glad. Dus sorry dat ik zo gedeprimeerd was deze week, maar ja, ook dat hoort erbij. Maar je moet er niet in blijven hangen, dus dat doe ik ook niet. Ik ga weer verder. Weet je, jongens, ik was vroeger zo gek op deze plek. En niemand begreep dat ooit, want iedereen zei altijd, ja, je hebt daar niks en het is saai en leeg. Maar ik haalde alle voldoening gewoon uit de polder en uit mijn inspiratie die ik daarvan kreeg. En nu is dat gevoel helemaal weg. Goedemiddag. Ik ga twee hele leuke dingen doen vandaag. Ik ga eerst naar de tandarts. Ben ik 2 jaar niet geweest, bijna. En daarna ga ik de scheidingspapieren tekenen. Het convenant, waar alle afspraken in staan. Ik zie echt al weken op tegen deze dag. Laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Maar ik ga nu naar binnen, want ik wil niet te laat komen met tandarts. Nou, het is 2 uur en ik heb geen gaatjes. Olé. Over 1,5 uur zit ik bij de advocaat. Ik voel het in mijn buik als ik dat zeg. Ik zie het wel echt als de afsluiting. Dus dat is ook positief. Maar
ik moet gewoon iets tekenen waar ik eigenlijk niet achter sta. Ik heb voor jaar ook relaties gehad. En ook echt wel van mensen gehouden. Mijn laatste serieuze relatie voor jaar hield op. Omdat hij heel erg in zijn hoofd had dat hij wel de gewonere dingen wilde. Wel samen slapen, wel het samen wonen. En ik zei toen tegen hem van, luister, ik kan dat nu niet. Als ik zo blijf, kan je me dan accepteren zoals ik ben? En toen was het antwoord nee. Hij kon daar niet mee leven. Hij wilde de belofte op een normaal leven. En ik kon dat niet geven toen. En toen heb ik gezegd van, nou oké, dan kappen we ermee. Want ik ga niet met jou verder, terwijl jij blijft hopen op meer. En dat was ook echt heel pijnlijk. Maar dat kon je daarna goed afsluiten. Dat was gewoon, we hadden er echt alles aan gedaan. Ik heb nu met Jur echt zoiets van, als je op een punt komt in je relatie dat je daar zo'n belofte gaat doen. De belofte van, nou we gaan echt voor de wet vastleggen. Dan vind ik dat je te elkaar verschuldigd bent daar alles uit te halen wat erin zit. En ik weet ook dat we gewoon echt iets heel unieks hadden. Het lijkt echt alsof hij dat vergeet. En ja, het voelt nog steeds alsof het natuurlijk allemaal een illusie is geweest. Dat is ook zo. Nou ja, goed, dus ik ga zo scheiden. Hoe zou het nou met hem zijn? Ook dat, we hebben helemaal geen persoonlijk contact meer. En ik heb eerder wel een poging gedaan om dat wel te hebben, maar ik krijg gewoon echt geen hoogte van hem. Geen idee. Ik heb echt geen idee hoe het met hem gaat. Echt niet. Ik denk eigenlijk dat hij blij is, als ik gewoon echt heel eerlijk ben. Ik ben er. En ik ben op tijd. En ik sta echt precies voor de deur. Volgens mij is Jur er nog niet. Hij is niet helemaal scherp. Oh, hij is daar. Daar rijdt Jur. Kut. Dat gevoel heb ik nu als ik hem zie. Oh, ik ben echt nerveus. Ik ben heel nerveus. Ik ben nerveus voor mijn eigen reactie. Ik wens hem succes. Hij komt er nu aan. Ja, het is echt. Ben je echt heel erg zeker? Superleuke dag. Ik wou even dankjewel zeggen. Dus dankjewel. En ik heb je autosleutels. Maar geen rijbewijs dus. Dus we kunnen je huis te koop gaan zetten. Jur is 60 jaar ouder. Ik viel ook echt gewoon gelijk in slaap toen we zo gingen liggen, weet je dat? Ik zeg echt alleen maar sukkel of nerd. Wat is dat nou? Jij noemt me een vies, vuil, geil, slecht. Want jullie moeten naar de voetbal. Twee blokjes, gaan we, joh. Als je weet dat ik kom, moet je heel chocola en zo. Nou, het is de bruidsochtend. Heet het eigenlijk zo? Ik wist gewoon dat je straks al even van je glijdt met mijn camera. Kijk, jij glijdt oké met mijn camera. Ik ben gewoon echt heel erg gelukkig gewoon met je. Alleen maar meer, nog steeds. Ik loop wel topless, hè, dat weet je. Leuk. Ik kreeg net een mailtje van mijn moeder en ze zei, dat is voor de laatste week in je leven dat je alleen woont. Rust hoor, ja, want je hebt nou een beschermer. Ik ben gewoon zo dankbaar. Een liefie, ik hou van je. Maar daar gaat Jur. Jur gaat weg. Het is gebeurd, ja. Je zit er met een advocaat in, neemt nog een keer door en we hebben allebei getekend. En dat ging wel eigenlijk. We hebben net beter afgesloten dan de vorige keer.
We hebben hier in de hal even geknuffeld en Jur voelde zich rot, duidelijk. Jur was verdrietig. Verdrietiger dan ik eigenlijk nu. En hij zei dat hij het erg vond. Toen vroeg ik, mis je me nog? Toen zei hij, ja, tuurlijk. Toen zei ik, dit had niet gehoeven. Toen zei hij niks meer. Nou ja, we hebben afgesproken dat we van de zomer wel kijken of dat we dan nog eens gaan bijpraten of zo. Ergens hoop je natuurlijk dat er nog wel een soort vriendschap uit kan ontstaan, maar weet ik niet. Weet ik echt niet. Ja, ik ga maar even naar IKEA. Ja, hoe voel ik me nu? Nou, eigenlijk opgelucht dat het erop zit. Ja, ik ben bijna een gescheiden vrouw. Daar bij het licht was net het definitieve afscheid. Voorbij, jongens. Echt voorbij.